Wat zijn de 6 meest gemaakte fouten door werkgevers tijdens het recruitmentproces? Als je dat wil weten, blijf dan vooral kijken. Welkom bij CVD-TV. Bij mij te gast Leon Spek van Sales Supply. En die gaat ons die 6 fouten mededelen. Leon, van harte welkom. Dankjewel. Voordat we beginnen met die 6 fouten, even heel kort wie je bent, wat je doet. Mijn naam, Leon Spek, Sales Supply. Recruitmentbedrijf, gespecialiseerd in salesfuncties en een executive search. En jij komt die fouten dus tegen? Te veel, ja. Dus laten we heel duidelijk zijn, deze 6 fouten die door werkgevers worden gemaakt tijdens het recruitmentproces, die komen uit de praktijk. Die komen uit de praktijk en dat maken wij wekelijks mee, helaas. De eerste, dat is niet of laat reageren. Ja, klinkt heel tegenstrijdig. Hè? Een kandidatenmarkt waar kandidaten eigenlijk de macht hebben hun keuze genoeg. Ja. Waarbij bedrijven, werkgevers dus niet of te laat reageren. Concreet voorbeeld, de HR is 2 weken op wintersport en kan pas over 2 weken reageren op een kandidatuur. En ja, dan ben je gewoon af als werkgever. Daar gaan kandidaten niet op wachten. Wordt er ook niet gereageerd? Ja. Hoe kan dat dan? Wij horen veel van hele senioren kandidaten dat ze hun cv insturen naar aanleiding van een vacature en gewoon geen reactie krijgen. Dat is heel schrijnend. Ja. Maar wat zit daarachter? Ja, de leeftijd. Mm-hmm. Leeftijdsdiscriminatie is wat wij eigenlijk het meeste tegenkomen. Ja. Mm-hmm. Tweede fout die ze maken, los van leeftijdsdiscriminatie, want dat is eigenlijk nummertje 7 die we hier even meepikken. Want dat is wel een van je stokpaardjes volgens mij. Hè? Dat je zegt van, ja. Het is eigenlijk een gemiste kans hoeveel talent er is wat 50 of 55 plus is. Ja, de hele markt rent achter de 25 tot 35, 40 jaar aan. Terwijl er zit een hele bak met talent wel te wachten op een vacature. En die zijn 55 plus en die komen... Toch, nou, ik zou zeggen, ik wil niet zeggen niet aan de baan, maar toch heel lastig aan de baan. Dat merken wij ook. Kunnen we dit als de 7e fout, als bonusfout die door werkgevers wordt gemaakt, dat deze kans niet wordt gezien? Ja, vind ik een hele goeie. Ja, absoluut. Ja, ja. Bij deze toegevoegd. Ja. Een onduidelijk proces. Onduidelijk proces, ja. Een kandidaat wil graag van tevoren, net als in een restaurant, een menu hebben van... voorgerecht, hoofdgerecht, toetje, welke drankjes erbij. Datzelfde geldt voor het recruitmentproces. Als een kandidaat van tevoren niet weet hoeveel stappen die door moet, wat er van hem wordt verwacht, met wie die aan tafel zit, dat geeft een stukje onzekerheid, onzeker gevoel bij de kandidaat. En nou, die kiest dan snel voor een werkgever die dat wel voor elkaar heeft. Dus belangrijk, zorg ervoor dat je van tevoren... Duidelijk beeld schetst naar die kandidaat toe. De stappen, met wie die zit hij aan tafel en wat wordt er bij zo'n stap, bij iedere stap van die kandidaat verwacht. Bijna in de vorm van een menukaart misschien wel? Ja, ja, daar is goed mee te vergelijken. En ik denk ook dat er ook kansen zijn voor werkgevers om bepaalde stappen samen te voegen. Bijvoorbeeld een assessment 's ochtends combineren met in het begin van de middag een presentatie. Hoeft iemand maar 1 keer naar zo'n bedrijf toe. Of gesprekken met 2 verschillende managers. Wij zien te vaak dat die gesprekken exact hetzelfde zijn. Er worden exact dezelfde vragen gesteld. Die zijn dus niet nodig. Dat kan prima als 1 stap samengevoegd worden. De derde fout, of eigenlijk de 4e al, zitten we dan nu te lange sollicitatieprocedures. Wat zijn de gemiddelde tijden van zo'n sollicitatieprocedure of de timeframes? Ja, ik vind eigenlijk dat een efficiënt sollicitatieproces maximaal 3 weken moet duren. En dat kan prima, meerdere gesprekken, assessment, meet the team, presentatie in zitten, maar dat moet je toch in 3 weken kunnen afronden. Wij zien nog te veel dat zoiets dubbele of zelfs meer tijd in beslag neemt. En dat is zonder gemiste kansen. En het is niet nodig. Het is simpel efficiënter te maken. Kun je daar de pitch op verliezen? Kun je daar de kandidaat op verliezen? Absoluut. Wij zien echt gewoon kandidaten, en dat hebben we dit jaar helaas weer een paar keer mee moeten maken, omdat er bepaalde mensen op vakantie waren, konden niet worden beslist, duurde het te lang. En zei een kandidaat tegen ons, ja, ik kies voor een andere werkgever, want die zijn nu heel concreet geworden. Ze hebben mijn aanbieding gedaan. Ja, ik ben hartstikke stom als ik het nu laat lopen. Dus helaas, ik moet nu nee verkopen aan jouw klant, Leon. Ja, zonde. De rooskleurige arbeidsvoorwaarden. Ja. Vertel. De korte termijn, hartstikke interessant natuurlijk om heel veel kandidaten naar je vacature te krijgen. Traffic, nou, hartstikke mooi. Maar die moet je later wel waar kunnen maken.
En dan heb ik het niet alleen over primaire arbeidsvoorwaarden. Dus staat de salarisrange ook straks op jouw arbeidscontract als kandidaat? Dat is een hele duidelijke. Dat moet natuurlijk wel met elkaar in overeenstemming zijn. Maar denk ook bijvoorbeeld aan bonussen, pensioenregeling, aantal vakantiedagen. Dat moet helder zijn. En dat mag niet aan de voorkant heel rooskleurig afgeschilderd worden en dat kan je dan niet waarmaken. Bijvoorbeeld, we hebben een heel concrete case gehad begin van dit jaar, waarbij er een aantrekkelijke pensioenregeling stond in de arbeidsvoorwaarden. En puntje bij paaltje, ja, we zijn in onderhandeling met Nationaal Nederlanden over een pensioenregeling. We hebben nog geen keuze gemaakt. Dus die pensioenregeling die heel aantrekkelijk was, die was er nog niet. Ja, dat kan je in deze markt gewoon niet maken. Dan ben je gewoon af. De werkgever gaat inkoper spelen. Wat bedoel je daarmee? Ja, ik zou zeggen hoera. De werkgever wil onze kandidaat als nieuwe werknemer. Want vinden elkaar aardig, prima. En een man suprem moet er dus een arbeidscontract, er moet een aanbod komen. Ja, en daar staan toch op een gegeven moment ergens iets met eurotekens in. Dat is een salaris namelijk. En dan zien we toch in een aantal gevallen dat zo'n werkgever... Wij noemen dat gaat zitten inkopen. Dat betekent gaat onderbieden om ergens uit te komen net even lager dan die denkt te kunnen aankomen als hij gelijk het salaris aanbiedt. Mm-hmm. Dat willen kandidaten niet. Die willen zich geen handelswaar voelen. Die willen niet onderhandelen. Wij zeggen altijd tegen een klant, doe nog gelijk first time right. Weet je, de op zo'n moment vind je elkaar aardig, dan moet je het ijzer smeden als het heet is. If the magic is gone, the magic is gone. Die komt hij niet meer terug. Maar zeg jij dus, je moet niet daar een onderhandelingsdingetje van maken. Nee. Is dat pennywise pound foolish dan? Ja, absoluut. Dus je moet gelijk, je vindt die kandidaat goed. Het is een high potential. Je wil hem hebben, doe dan gelijk een offer they can't refuse. Dat moet je gewoon doen. Want anders, als je gaat zitten inkopen, ja, iemand wil zich, je staat niet op de markt, iemand wil zich geen handelswaar voelen. Het is eigenlijk een beetje een omgedraaide wereld. Hè? Eigenlijk is de werkgever is de sollicitant hier eigenlijk, toch? Ja, het is helemaal conform de reclame van de Randstad. Hè? Waar die 6 directeuren op de gang zitten te wachten of ze alsjeblieft die studenten kunnen aannemen. Ja. De laatste die jij in deze video kwijt wil als zijnde fout die door werkgevers wordt gemaakt, is dat hij de rode loper niet uitrolt. Ja, dat is eigenlijk een combinatie van alle tips die ik hiervoor gegeven heb. Zorg er nou voor als werkgever dat het hele proces naar van kandidaat naar iemand aannemen, dat het geen hindernisbaan wordt. Rol die rode loper uit. Zorg ervoor dat er een helder proces is en wees er ook helder over naar de kandidaat. Zorg ervoor dat er een waanzinnig goede package deal wat betreft arbeidsvoorwaarden ligt en reageer snel. Dus zorg ervoor dat het makkelijk wordt om daar te komen werken in plaats van een hindernisbaan. Leon Spek, dankjewel voor deze 6-7 fouten 7. Die gemaakt worden. 7 tips voor jou als werkgever en ondernemer als jij die topkandidaten naar binnen wil halen. Maak deze fouten dan niet. We hebben nog meer tips. En die vind je onder in de beschrijving. Nog 2 video's met nog veel meer tips over dat hele recruitmentproces. En een prachtig ondernemersprofiel van mijn gast Leon Spek. Voor nu, dankjewel voor het kijken. En heb je geluisterd naar de podcast, dankjewel voor het luisteren. Hoi.